Hallo allemaal. Vandaag oefenen we optellen tot 100 met inwisselen. We doen dit zonder materiaal of tekening. We leerden twee soorten oefeningen. De eerste is tiental eenheid plus eenheid. Waarom is het een oefening met inwisselen? Omdat 6 plus 5 meer zal zijn dan 10. We gaan moeten inwisselen in een tiental. We splitsen de eenheden. We gaan het vriendje zoeken van de 6, want zo gaan we naar het volgende tiental gaan. Het vriendje van 6 is 4. 5 splits ik in 4 en 1. Ik schrijf de tussenstap op. Ik had 46. Ik doe er eerst de 4 bij. Dat ga ik straks eerst uitrekenen. Dus ik trek mijn stopstreep en dan straks nog de 1 erbij. 46 plus 4. 6 plus 4 is 10. Ik had al 40, dus samen is dat 50. En nu doe ik nog 50 plus 1. Mijn uitkomst is 51. Zo ga ik nog een oefening maken. 78 plus 6. 8 plus 6 zal meer zijn dan 10. Ik splits de 6. Ik zoek het vriendje van de 8. Vriendje van 8 is 2. 6 is 2 en 4. Dat moet je uit het hoofd weten. Ik schrijf de tussenstap. Ik had 78. Daar doe ik eerst het vriendje bij. De stopstreep. Plus nog onze 4. 78 plus 2. 8 plus 2 is 10. Ik had al 70. 70 en 10 is samen 80. 80 plus 4 is 84. Ik leerde ook nog een tweede soort oefening. Tiental eenheid plus tiental eenheid. We splitsen het tweede getal. We splitsen in het tiental. 20 is dat hier. En 9. Ik had 35. Daarbij tel ik de 20 op. Ik trek mijn streep. Plus 9. 35 plus 20. Dus er komen twee tientallen. Bij de drie tientallen. Ik heb 55. 55 plus 9. Dit is onze oefening met inwisselen. Wie wil... Zet weer splitsbeentjes. Ik zoek het vriendje. 55 plus 5. Ik heb al 60. Ik heb 64. Een laatste oefening. 64 plus 18. Ik splits het tweede getal in het tiental en de eenheden. Ik had 64. Ik doe er het tiental bij. En dan nog de eenheden. 64 plus 10. Er komt 1 tiental bij die 6. Ik heb 74. 74 plus 8. Ofwel doe je het uit je hoofd, ofwel splitsbeentjes. Vriendje van 4 is 6. 8 is 6 en 2. Ik heb al 80. Ik heb in totaal 82.